kan het nog weer de grond in om de weerstand nog verder te verhogen. Zo ben je als het voor even een gewichtje af en dan knipte ze weer in de konden. Terwijl aan de andere kant zien we weer onze kleine klein toch weer met die trippelbandjes. We hebben ook al een tientje met trippelbandjes met smalle beluchter erin, maar nu hebben we toch die trippelbandjes te weer op te zetten. Want je kon me denken achter dat er toch andere resultaten met het behaald. Want hij reed dan met zo'n fotschrift, oftewel eindschrift voorwaarts, zelfs in Duitsland. En vliegste met de motor ligt er onder de kap, zonder turbo. Dat schrikt niet mensen mee. Motor is 6640 cc groot. Oftewel, dat is nog groter dan 600 van minder 455. Maar omdat het een viercilinder zonder turbo, ja, het mag in de 4,5 ton klasse rijden. Maar even nog over de terugkant op dat tijdpad aan de gewikkelde beeldkomt. Het komt op neer, hoe wiel er eigenlijk was, hoe moeilijk het is, zeg maar, om dit in te bedoelen. Ja, we zijn nu het gewikkelde gasten bij wegring. En dan verder normaal die veel over de buur in de baan is. Dit dat gewicht is weer als kleine kreeg de deur, aangedreven door de binnen. En dat geeft het steeds meer op de schipvoet te ombreken. En daarmee wordt gewoon de weerstand voor die trekken steeds groter gemaakt. En zie je hier nog een beetje last met de linkerkanten. Ik denk dat hij dadelijk een beetje ding moet hebben, dat is natuurlijk niet ideaal. Ja, hij heeft eigenlijk wel een beetje vuur in de benen zitten, jongens. Maar hij heeft hier niet over hem. Maar op een minuut kunt hij inderdaad met zijn linker lijn aan het forceren. En dat is niet de bedoeling. Zo, we hebben hier nog een schoenen van. En we hebben hier nog een gat in. Hoppa, onderdeur, ik geef je nog een tijd. Nee, helemaal goed.